Jasper de Buijs en Kenny de Ketelen, op dit moment leiders in de zesdaagse van Rotterdam. Maar het kost moeite, want de concurrentie is groot, hè? Uiteraard. We zijn op voorhand erheen gekomen. We wisten dat er een zeer goed deelnemersveld was. Maar we hebben een bonus van een ronde en dat stelt ons gerust. Met de punten blijven we ook de gelijke noot halen. Dus we hebben een extra troef in handen met die bonusronde en die proberen we nu te benutten. We hebben die bonusronde ook niet op een diefje genomen. We hebben die genomen in de jacht van een uur en zo was er maar één deze zesdaagse. Dus dat is de meest doorslaggevende. Het was echt oorlog in de piste, had ik het idee. Hè? Er was heel veel strijd. Merk je dat zelf ook, Kenny? Ja, natuurlijk. Het tempo ligt heel hoog. Ik merk dat ook aan het feit dat het heel moeilijk is om winstrondes te nemen en dat het heel lang duurt om te kunnen aansluiten achteraan. Er is heel veel strijd, er is een heel sterk middenveld. Soms zie je in zesdaagse dat er een top is en dan een groot gat tussen de top en het onderste van het deelnemersveld. Maar dit middenveld hier is vrij sterk en dat maakt dat het tempo hoger ligt. Dus wordt alleen maar zwaarder natuurlijk. Het programma is iets veranderd. Jasper, wat denk jij? Is dat in jullie voordeel? Ja, ik denk het is iets nieuw en het is zeker de moeite waard om uit te proberen. Mijn voordeel zou ik het niet echt noemen. Ik denk dat wij het verleden al genoeg bewezen hebben dat wij de zwaarste zesdaagse aan kunnen, waaronder Gent. Dat zijn zesdaagse met een heel druk programma en hier is dat niet. Maar het is zeker ook geen nadeel, omdat we hebben snelheid genoeg in de benen. En voor ons blijft het zo wel neutraal, dus het is zeker en vast. Het is de moeite waard om te proberen, het nieuwe concept. En momenteel slaat het aan, dus dat is het belangrijkste. Het is een zware zesdaagse. We zijn nog eigenlijk pas net op weg. Wat gaat uiteindelijk de beslissing geven, denk jij? Ja, de beslissing ligt sowieso een beetje in onze handen nu. Hè. We hebben een ronde voor. Het is sowieso een moeilijk koers omdat al die jonge Nederlanders zich ook willen bewijzen. En dat is het mooie eraan dat al die mannen van Roompot onder andere ook willen koersen. En dat maakt het voor ons zeker niet makkelijk. Maar dat maakt het ook moeilijk voor die andere topkoppers om die ronde terug te nemen. En ik denk dat daar de sleutel ligt. De grootste angst, één koppel. Kenny? De Ketelen de best. Nee, ja, we moeten het gewoon volhouden en er zijn 2-3 koppels die nog wel voor gevaar kunnen zorgen. Op dit moment staan Keijs en Terpstra dicht tegen ons. Maar daarnet hebben we ook een ronde moeten toegeven op de Denen, dus die komen ook op één ronde. Het is altijd gevaarlijk als je met 2 gaat vechten voor iets dat er een derde hond mee gaat lopen. En dat is in de zesdaagse iets wat heel vaak voorkomt. Dus we moeten gewoon attent blijven. En soms is de aanval de beste verdediging. Dus ik denk dat we gewoon onze eigen wedstrijd blijven rijden en met vertrouwen morgen ingaan.